Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Wat eigenlijk alweer een tijd geleden is dat ik een video opnam. En simpelweg, want jullie zagen al in mijn afgelopen video dat ik een met surfen samen met Thomas deed. En allemaal heel stressen en allemaal plugins en allemaal boom, bam, bam. Beetje raar allemaal, bla bla bla. Maar goed, hier ben ik weer met een nieuwe video. Ik sta hier nu op een eiland. Midden in de oceaan, daar zie je nog een eiland achter me, daar een eiland, en daar nog een eiland, en in de verte nog wat meer. Allemaal eilandjes. En ik heb dit eiland uitgekozen om hier mijn tutorials op te maken. Wat ik jullie al zei, dat ik dus tutorials zou gaan doen, dat ga ik nu doen. Laat ook in de reacties dan achter wat jullie ervan vinden, willen jullie meer tutorials. Maar ik ga in deze video laten zien hoe je een popcornmachine maakt in Minecraft. En in deze kist zitten de materialen. Die pak ik er nu allemaal eventjes uit. Nou, je begint met het lichaampje van de popcornmachine. Daarop doe je het raam. Daarop doe je een carpet. Je kan een andere kleur doen, maar ik raad rood wel aan. Dat vind ik de beste. Dan is dit zo. Deze moet je open doen, die gate. Het, het karretje, het handvat. Dan heb je hier de twee wielen. Dan kan je rijden. En dan als decoratie nog kan je hier een button plaatsen. Maar die hoeft er niet op. Het kan. Je kan hem opdoen of niet. Dat ligt gewoon aan jou. En dan met deze twee popcornbekers. Die kan je er zo bij plaatsen. Zo. En dan heb je hier een mooie popcornmachine. Die kan je bijvoorbeeld gebruiken als jij nou bijvoorbeeld een pretpark maakt of zo. Of je bent gewoon met iets bezig en je denkt, nou, een popcornmachine zou je wel leuk staan. Kan je deze video daarbij. Dan kan deze video je daarbij helpen. En hopelijk vonden jullie dit een goede video. Like deze video. Doe een duimpje omhoog. Oh, nee, dat is hetzelfde, sorry. Maar doe dus een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en laat in de reacties achter of jullie bijvoorbeeld nog meer tutorials of bijvoorbeeld andere dingen, zoals bijvoorbeeld 10 dingen die je misschien nog niet wist van Minecraft, zulke soort dingen. Laat dat achter in de reacties. Bedankt voor het kijken. Hopelijk weer tot gauw op mijn kanaal en tot ziens!